Welcome everybody for our first meeting of the 2022. We gaan vandaag rond het Imhoffuur zitten of zingen of dansen. Een beetje kijken wie wat heeft te delen. We beginnen meteen met Jiske, die heeft iets voorbereid voor ons. Jiske, aan jou. Ja, wel, ik heb her en der al wat dingen gepost vooraf van jongens, ga als het lukt even wat pitrus plukken. Pitrus of rushes in het Engels. Ik heb hier een bosje, een behoorlijke lange stengel, zit een beetje tussen gras en riet in qua uiterlijk. Het zijn hele stevige stengels, een beetje hol van binnen als dat te zien is. En hiervan maak je bridget crosses. En die werden al in het oude Ierland, nog voor het christendom, werden die al gemaakt voor de godin Bridget, om haar te verwelkomen met Imhoffuur. Ze werden in de huizen gehangen, maar ook bij de stallen, om het vee te beschermen. En het bleef dus inderdaad gewoon een vol jaar bleef zo'n kruis hangen. Kijk, hier heb ik mijn kruis van vorig jaar. En als je dat vergelijkt met het kruis van dit jaar, nou, dan zie je het droogt helemaal in. Op een gegeven moment is de werking voorbij. Na een jaar wordt het oude Bridget Cross teruggegeven aan de natuur. Kan je op verschillende manieren doen. Je kan het begraven, je kan het ergens achterlaten. Je kan het bij de composthoop doen. Je kan het ook verbranden en de as verstrooien. Zorg wel dat als je dat buiten doet, dat de niet-organische materialen, zoals de elastiekjes, er eerst even af zijn. Eigenlijk is zo'n Bridget Cross is een zonnerad. En dit symboliseert de zon. En vergelijkbare afbeeldingen van vergelijkbare kruisen, die zijn bij meerdere godinnen gevonden. En al van voor onze jaartelling zijn die te vinden. Het idee achter de Bridget Cross is de vruchtbaarheid promoten. Vandaar dat het dus ook in de stallen werd gehangen. En het werd gemaakt met ofwel het allerlaatste stro wat nog van de vorige oogst over was. Met natuurlijk de link naar de landbouwvruchtbaarheid, de vruchtbaarheid van de grond. Of het werd gemaakt van die allereerste pitrus die dus opkomt. Een van de eerste dingen die naar boven komt. Ja, sneeuwklokjes natuurlijk ook, maar dat vlecht niet zo handig in een kruis. En het Bridget Cross dat geeft dus de vruchtbaarheid van de vorige oogst of de vruchtbaarheid van het nieuwe land geeft het door. En vraagt zo ook de zegen van de godin Bridget om de langzaam ontwakende aarde eens eventjes een extra zetje te geven. Bridget is van oudsher niet alleen de godin van de vruchtbaarheid, maar ook van de geneeskunde. Zoals vroeger ook beschermvrouwen van de vroedvrouwen en kruidengenezeressen. En daarom gaf het ook bescherming tegen ziekte. Dus niet alleen die vruchtbaarheid stimuleren, maar ook de ziekte. En dan wordt er ook gezegd dat de vier armen van het Bridget Cross de beweging van de godin door het jaar heen, dus ook weer de link met het jaarwiel, symboliseert. Zo met Imhoffuur, waar we dus nu zijn, dan is de godin eigenlijk een baby die net ter wereld komt en wordt met Beltane, de jonge vrouw, rijp voor het huwelijk, is dan helemaal in haar maagdstaat. Waarna ze met Lammas of Lunasat overgaat in de moederfase. Ze is dan de vrouwen van de oogst. Waar weer de link ligt met het laatste stro gebruiken voor het Bridget Cross. En met Samhain is ze dan in haar winterse vorm. Dan is ze helemaal de kronen. En dan krijg je dus het terugtrekken, het vergaan, de winterperiode. Om met Imhoffuur weer als baby vol leven in vruchtbaarheid weer terug te komen.
Dus er zijn een heleboel links en manieren te vinden hoe je dit kruis, wat je daar allemaal aan symbool in kan zien. En omdat ik het zo'n mooi gebruik vind om zo'n kruis een heel jaar in je huis te hebben hangen voor bescherming en vruchtbaarheid, leek het mij leuk om samen met jullie Bridget Cross te maken. Ik weet niet of er mensen zijn die ook wat hebben, die ook rushes, spitrus hebben, of rietjes, of stro. Deze stengels, die, als je hiermee een Bridget Cross maakt, dan hebben die Bridget Crosses hebben hele lange armen. Mag natuurlijk, maar als je het daarna ophangt, moet je even zien, dit droogt in, hè? Dit wordt minder. Als je iets met hele lange armen maakt, is mijn tip, en het droogt in, dan gaat het zo hangen, want dan komt er te veel speling in. Dus mijn tip is om ze niet al te lang te maken, die armen. Daarom heb ik een bosje doormidden geknipt. Dan gaan we nu hiermee aan de slag. Je begint met één mooie stevige stengel. Begin je te kiezen. Ik schuif even mijn computer wat aan, want dan kan ik dit wat dichter bij de camera houden voor jullie. Zo. Je begint met één stengel. Je pakt een volgende stengel. Mag ik even intuïeren, Jessica? Ja. Ik heb inderdaad, ik wist dat jij zei dit gaan doen. En ik weet niet of mensen mee willen doen, maar ik ben uitgekomen dat als je papieren rietjes in huis hebt, dan pak ze heel snel. Marjolein, ik weet niet of jij inderdaad zij vertelde dat ze plastic rietjes heeft. We weten niet of plastic rietjes werken. Maar in ieder geval, Jessica, ik heb ze. Ik denk dat dat zou kunnen werken. Misschien is het anders een idee dat jij eerst wat vertelt over Bridget. Dat mensen die nog even rietjes willen pakken dat even doen en dat ik daarna het kruis laat zien. Is dat een idee? Dan ga ik iets vertellen over Bridget. Zo, daar is onze poster flyer. Dankt Jochem, die maakt altijd van die hele mooie flyers. Sneeuwklokje natuurlijk is een van de eerste bloemen die we zien rond deze tijd met krokussen. Maar vandaag wil ik eventjes aandacht besteden aan Bridget. Bridget ook bekend als Saint Bridget, maar Bridget was oorspronkelijk, of was vele jaren eerder bekend als pagan goddess. En ze was heel bekend voor haar healing, haar genezing, haar manier om inderdaad. Ze was ook geassocieerd met de smithy, de forge, en met een bron. Een bron die heel veel inspiratie uitkwam. Maar ook, dus water en vuur zijn voor Bridget eigenlijk de meest bekende elementen. En zoals we weten heel vaak zijn vuur en water natuurlijk, zijn alle elementen wel nodig. Maar zij was heel erg bekend voor haar, voor de Bridget Fires. En enkele jaren geleden in Ierland, waar ze natuurlijk uitermate populair is, hebben enkele vrouwen, ik denk vrouwen, maar misschien waren er ook een paar mannen bij, die hebben inderdaad haar vuur aangestoken en die wordt nu eeuwig bewaakt. Dus Bridget's Fire, dan zie je op internet inderdaad ook een paar sites die met mensen die bewaken. De Eternal Flame. En dan zie je hoe Bridget inderdaad werd geassimileerd, geadopteerd eigenlijk, door de christenen. En ze vonden haar ook natuurlijk uitermate, ik kon even zeggen, ze was echt typisch een Maria-figuur als moeder, als vrouw die ging echt voor iedereen zorgen. En Bridget is eigenlijk een van de meest bekende, voor wat we zeggen van het is echt een syncretic goddess. Of we zeggen van het is, ze is zo eigenlijk in het hart van bijna iedereen. Je zou eigenlijk zeggen, de christenen hebben haar omarmd, Celtic pagans in Ierland,
die hebben haar ook als natuurlijk ook als matroon. En maar de healing powers of Bridget die zijn niet alleen voor christenen, maar eigenlijk zie je haar nu als een universele goddess. Dus Bridget van de heilige vuur, maar ook van de heilige water. Ik heb hier een klein spreuk gevonden. En dat wil ik aan jullie nu even misschien samen zeggen. Ik heb het hier nu in het Nederlands vertaald. Dus stel je voor nu dat je voor je hebt of een bron of een vuur wat je aanspreekt. Bridget, ik zoek je. Vrouwen van de bron, de smidse en de groene aarde, ik zoek je. Verwarm mijn hart met uw eeuwige vlam. Genees mijn wonden met uw zachte wateren. Wieg me in je mantel als ik niet meer kan lopen. Bridget, ik zoek je. Vraag aan Bridget bescherming of misschien ook haar genezende energie. Laat het over je heen als water. Of stel je voor dat ze een kelk bijvult, dat je later ook kan gebruiken. Vraag nu aan haar een speciale wens. Misschien voor een dierbare die genezende energie nodig heeft. Of misschien voor de aarde, voor je tuin. Dat alle zaden weer zullen ontkiemen. En in de loop van spring equinox helemaal tot bloei zullen komen. Als herinnering van dit ritueeltje gaan we straks een mooi kruis maken. Een Bridget's Cross. Een kruis die ons het zal helpen aan haar woorden. En dat ze ons telkens door het jaar heen ook beschermt. En ook af en toe inspirerende woorden geeft. Je kan haar altijd oproepen als je in nood bent. Of een slokje nemen van je kelk. Ze is altijd aanwezig. Niet alleen op 1 of 2 februari. Dat is Bridget's Day. Maar straks gaan we ook Bridget's Cross maken en dan kan je in je eigen house of town aan Bridget ook herinneren. Zo moet het zijn. Let it be. Als ik er bezig ben, voor enkele Nederlanders, die zullen misschien de gedicht van Guido Gezelle herkennen. En hier heb ik inderdaad een foto genomen in 2013. Is vlakbij waar ik woon. Zou je niet denken, maar Jochem zal dit zeker herkennen. Een sloot net buiten Zeist, tussen Zeist en Utrecht. Zo kan het ook zien.
als het echt hartje winter is. Dus het was inderdaad januari 2013. En van deze mooie gedicht van Guido Gezelle. De wind komt wild en boos, gesnoeien uit alle gaten. Geen rusten en wild hij, eer hij nu eenmaal weten zal dat het volk verdwenen is en hem wilt meester laten. Het is beesten betend koud en het wintert overal. Nog een winterspreukje, wintergedicht. Nu in het Engels. Maar ik vond deze mooie plaatje van Amanda Clark. Dit heet Winter Jingle. Een jingle, dat weet Henk. Een jingle in het Engels is vaak een reclame. Maar het is ook de jingle van de jingle bells. Dus in dit geval het is geen reclame. Maar het is een geroep van een belletje. En we zien ook de maan en sneeuw. The soft wind blows across the snows and turns the palest face to rose. The wind it goes where no one knows. Like water round the world it flows. The sunlight air is warm and light, though all the earth be wrapped in white. But owlets shrill shriek round the hill when twilight fades and all is still. The keen gusts fill the frozen rill with treacherous snowdrifts deep and chill. The wanderer findeth small delight in crossing there at dead of night. So maanlicht en een sneeuw. Landschap. Hoe magisch is dat? Even terugkomen op de Bridget. Het waren alleen vrouwen die het vuur dag en nacht. Het waren 9 vrouwen vanuit de historie. Waarbij Bridget haar werk deed vanuit onder een eik. Dus dat is de druïdische link met Bridget. Maar ze hebben dus nu ook de plek gevonden waar dat eeuwige vuur was. En daar zouden alleen vrouwen naar binnen mogen. En een man die zou wel naar binnen kunnen, maar dan zou hij zijn mannelijkheid verliezen. Dus het is echt een enorme vrouwelijke bron van energie. Hè? En met het vuur ook, hè? Fire in the head zeggen we hier in Engeland, hè? De goddelijke inspiratie. En dat zie je dus terug met het Bridgetvuur, met de verbinding met de poets en dergelijke. Vol inspiratie. Wat een mooie toevoeging, dankjewel. Nou, dan geloof ik dat de meesten wel klaar zitten. Oh, kijk, Petra is ook snel even wat gaan plukken, zie ik. Ja, just stole it from the neighbor's garden. Waar buren nog goed voor zijn. Oké, kijk. Je pakt er 1. Voor diegenen die later zijn binnengekomen, zijn er 2 nog sneller bijgekomen. Ik werk met pitrus, maar je kan ook werken met stro of simpelweg met papieren rietjes. Plastic rietjes kan geprobeerd worden. Omdat deze wat lang zijn, als de armen van je kruis te lang zijn, dan gaan ze uiteindelijk slap hangen, heb ik deze doormidden geknipt. Dus ik heb nu een borstje van ongeveer deze lengte. Daar pak je er 1. En de 2 zoek je in het midden van. Je duwt hem in het midden plat, zodat je hem kan dubbelvouwen. Hoeft helemaal niet heel exact te zijn, want dit wordt het uiteinde van het kruis. Dus die ga je aan het eind toch allemaal gelijk bijknippen. Dus het hoeft niet heel secuur. Die schuif je in het midden van die hele lange. Nu heb je dus 3 armen. Pak je een volgende. Hetzelfde idee. Je zoekt het midden. Je duwt hem een beetje plat, zodat je hem kan dubbel vouwen.
En dan schuif je hem van bovenaf eroverheen. En je sluit hem dicht aan op de langere. En je pakt hem vast. Je pakt al die, het zijn er dus nu meerdere. Je hebt dus nu 3 lijntjes. Die pak je met z'n 3 beet. Duw het zo nodig allemaal even plat aan. Even mijn camera zoeken. Zo. En de volgende. Plat duwen in het midden. Even aandrukken. Zodat je het goed kan dubbelvouwen. En die schuif je over de laatste heen. Dus hij gaat er echt aan beide kanten langs. Schuif je weer over die laatste heen. Nou draai je een kwartslag. Je pakt die laatste. Je draait een kwartslag. Nou zitten we, vind ik, aan het moeilijkste stukje. Want dit hangt allemaal nog los. Want dit is nog die eerste begin. Dus we gaan nu even snel door. Je pakt er weer één. Drukt hem plat in het midden. Vouwt hem dubbel. Je herhaalt het weer. Voor en achterlangs. Goed aansluiten. Vastpakken. Kwartslag draaien. Vanaf nu wordt het langzaam makkelijker, want hij wordt nu steeds stabieler. Zo nodig even aandrukken in het midden. Maar hij wordt vanaf nu dus echt steeds makkelijker, want we hebben nu alles wat hier zit, hangt in elkaar vast. Hier een stengel. Plat drukken in het midden. Wacht even. Kunnen we 1 stengel terug? Die laatste stengel waar die ging, is me niet duidelijk. Ja, eigenlijk het makkelijkste is dat iedere keer als je een stengel gedaan hebt, ik zal er even eentje helemaal op druk gaan. Iedere keer als je een stengel gedaan hebt, dan hou je jezelf voor dat de volgende stengel gaat over degene die je al gedaan hebt. En dan draai je een kwartslag. Dus iedere keer als je een nieuwe stengel pakt en dubbelvouwt, gaat hij voor en achterlangs de stengel die je daarvoor gedaan hebt. En je draait een kwartslag. Als je dat ritme eenmaal te pakken hebt, kan je daar gewoon een heel stuk mee doorgaan. Plat maken in het midden. Dubbelvouwen. Voor en achterlangs je vorige stengel. Even aanduwen. Kwartslag draaien. Plat duwen. Dubbel vouwen. Voor en achter je vorige langs. Aanduwen. Kwartslag draaien. Je kan af en toe tussendoor even kijken of het centrum mooi begint te vormen. Je begint hier al echt een kruisje in te zien. En omdat dit holle stengels zijn, vind ik het wel prettig om tussendoor even goed aan te duwen. Het kan best zijn dat het nu nog een beetje zo of zo. Is niet erg. We gaan hem aan het eind nog eventjes mooi plat aanduwen. We gaan gewoon nog eventjes door. Plat duwen. Dubbel vouwen. Ik ga gewoon eventjes in mijn tempo, ga ik er zo even snel wat doorheen. Want dan neem ik jullie straks eventjes mee naar het afhechten. Maar ga gewoon in je eigen tempo. Plat maken, dubbel vouwen, over je allerlaatste stengel heen, kwartslag draaien. In het midden van het kruis worden de stukjes die dus open liggen, die worden ook steeds vrij groter. Hè? Hier heb je nog, het zit alles heel dicht op elkaar, is nog een beetje wiebelig, maar het wordt steeds groter. Je moet dus ook steeds meer die laatste grote stukjes af en toe even goed plat duwen. En weer dubbel. En weer een kwartslag draaien. Als je eenmaal het ritme te pakken hebt, dan gaat het best wel heel snel. Ik maak er zelf bijvoorbeeld altijd meerdere. En ik deel ze uit. Ik heb een informatiebriefje. Ik zal het even laten zien. Gewoon zo'n standaard informatiebriefje waarop ik wat informatie over het Bridget's Cross heb. En die deel ik uit. Vrienden, familie, bekenden. Ik maak meerdere Bridget's Crosses. Ze krijgen een klein Bridget's Cross.
Sommigen kennen de betekenis, sommigen ook niet. Vinden dat vaak wel heel interessant. Nou, dit is een vrij slordige, omdat ik hier nu natuurlijk niet mijn volle aandacht voor heb. Maar ik neem dit eventjes zo mee om jullie te laten zien hoe het afhechten gaat. Als je nog niet zover bent dat je wil afhechten, zeg het even. Want kan ik daarnaar over? Naar het beëindigen? Ik ben zover. Ja, ik zie her en der wat ja knikken. Nou, de allerlaatste, die vouw je dubbel. Je doet hem nog niet eromheen. Wat je nu gaat doen is, je kijkt, oké, die gaat straks hier komen. Dan ga je deze stengel naar beneden duwen. Daar waar die moet gaan komen, ga je hem nu niet er helemaal voor en achter langs leggen. Nee, je steekt er doorheen. Andere kant gaat er langs, steek je er ook doorheen. En nu zie je, als ik dit even goed dicht bij de camera doe, dat als je nu je laatste stengel even aanduwt, ook weer even plat maakt, je duwt deze terug op zijn plek. En dan zie je nu een gelijkmatig kruis. Als je hem aan één van de vier armen hebt, is het hele kruis nu relatief stevig. Nou is de tip, als je het her en der online vindt, dan zie je nog wel eens staan van, nou, bind er even een touwtje om. Niet doen. Als je dit namelijk met touw doet, en ik liet al zien, dit is een verse, die zit stevig in elkaar. Dit is een oude, die pitrus is ingedrukt, daar komt speling in. Zou je dit met een touwtje doen en die pitrus die droogt in? Nou, geheid ligt op een gegeven moment je hele kruis onderaan de deur. Want dan zijn die stengels die zijn dunner geworden en die schieten zo uit dat touwtje. Dus je pakt een elastiekje. Die veert lekker mee. En je gaat dat elastiekje, ga je om het uiteinde wikkelen. Zo. Nou, het laatste eindje laat ik gewoon eventjes zo. Hoppakee. Gewoon eromheen gewikkeld. We gaan het straks nog netjes afknippen. Ik heb gemerkt dat het het beste werkt als je nou niet met de klok helemaal meegaat met de klok, maar dat je eerst de tegenovergestelde doet. Voor de stabiliteit. Als je er eentje aan afgehecht hebt, één zo'n poot, eventjes goed kijken dat alles netjes plat ligt. En dan ga je dus naar de tegenoverliggende poot. En je zorgt dat je op ongeveer dezelfde afstand, dat je daar ook een elastiekje doet. Je mag eventueel best die stengels, die dus wat hol zijn, ook een klein beetje induwen daarvoor. Dat scheelt alweer in de speling, dat als het straks uitdroogt, dat het niet nog meer ruimte gaat geven. Gewoon een paar keer eromheen wikkelen. Het laatste eindje kan je rustig zo even loslaten. Dat lost zichzelf wel op. En dan ga je weer even naar het midden. Zorg dat het weer even een net vierkantje is. En weer op ongeveer dezelfde afstand de volgende poot afhechten. Heb je nou last zoals ik hier van één hele lange die steeds in de weg zit? Die kan je er gewoon alvast aftrekken. We gaan ze straks toch bijknippen. En cavia's zijn ook altijd blij als ik Bridget Crosses maak. Want die vinden die uiteindjes heerlijk om op te eten. Zo wordt alles gebruikt, zie je maar weer. Overigens, dat had ik wel gezegd in mijn voorbereiding die ik her en der gepost had, maar hier nog niet. Ik ben zelf een traditionele groene heks. En vanuit die leefwijze vind ik het zelf prettig om, voor ik de pitrus ga afsnijden, pak ik de plant even beet. Ik geef mijn intentie door aan de plant. Ik
zend het beeld door. Ik vertel dat ik er dus een Bridget Cross van ze wil maken. En dat ik ze wil gebruiken om mijn huis te beschermen. Zegening te vragen, vruchtbaarheid. En dan wacht ik eventjes totdat het goed voelt. En pas als ik dus de toestemming heb, dan snijd ik ook echt die pitrus af. Dat merk je trouwens als je eenmaal die leefwijze kent en gewend bent, dat als je wacht op toestemming, gaat het altijd veel makkelijker. Als ik ergens een tak van een boom nodig heb en je begint te rukken, dan wil die niet loslaten. En als je de intentie doorgeeft, dan zal je zien dat ineens dat allemaal veel makkelijker gaat. Nou, ik heb ze nu alle vier ongeveer even lang. Oh, deze lijkt iets langer. Dat ga ik nog even een beetje zo. Kijk, nu kan het nog. En dan kan je dus de eindjes afknippen. Kan gewoon simpel met een schaar. Ik doe het even buiten beeld, anders want pitrus vliegt rond als je het afknipt. Kijk, en dan, als je zover bent, dan staat natuurlijk niets je meer in de weg om er alsnog een mooi touwtje om te doen. Ik heb deze bijvoorbeeld omwikkeld met jute. En dan kan je in dat jute kan je ook een lusje meewikkelen. Die heb ik hier aan de achterkant, heb ik die aan de uiteindjes vastgeknoopt. En zo gaat hij bij mij dus aan de deur hangen. En je kan dat dus met verschillende kleurtjes. Ik hou zelf van natuurlijke materialen, maar je kan allerlei soorten lintjes gebruiken. Ik wilde hier een leuk katoenen lintje omheen doen. En dat wikkel je gewoon om dat elastiekje heen, totdat dat elastiekje niet meer zichtbaar is. Ik had er nog meer gemaakt met leuke kleurtjes, maar ja, ik had kinderen thuis dit weekend en die wilden allemaal een Bridget Cross mee naar huis. Dus dit was mijn enige die nog over was. Deze. En nou heb ik er weer twee. Kan ik weer verder gaan uitdelen. Is dit aan zich een beetje helder of lopen jullie ergens tegenaan? Helder zie ik her en der. Ja. Het is gelukt met 60 rietjes, al is het wel een uitdaging, want ze veren een beetje terug. Dus je merkt dat midden niet heel netjes blijft zitten. Wacht, ik zal de camera even aanzetten. Kijk. Nou, het valt me nog mee. Ik ga wel straks de natuur in om even wat beter materiaal te zoeken, denk ik. Ja. Nou, papier vind ik een beetje stug. Ik zit er even te stuntelen. Maar ik kom er wel. Ik ben er nog bezig. Maar het is wel te doen. Maar je moet inderdaad met papier moet je ze eerst plat drukken. Want volgens mij zijn ze geplastificeerd. Dus ze zijn echt heel stug. Ja. 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 Ja, je ziet nu feitelijk, ach kijk, en tabaksraggers zie ik daar bij te maken. Ja. Werkt ook heel goed inderdaad. Ik heb ze alleen te lang, dus ik ga ze nog een keer doen, maar dan iets korter. Krijg ik niet van die lange uiteinden. Maar ik ga ook de natuur in zo dadelijk. Ik vind het toch wel heel erg leuk hoe jij het... Ik heb wel een klein vraagje. Ik heb er nog een van vorig jaar hangen. Wat doe je daarmee? Ah, ja, jij was bij het begin. Ja, als je er nog eentje hebt hangen van vorig jaar, dan is wel het idee dat je die teruggeeft aan de natuur. Als ik zelf pitrus oogst voor nieuwe Bridget Crosses, dan vertel ik dat ook aan de plant. Dan breng ik ook mijn intentie over van als je een jaar mijn huis beschermd hebt en vruchtbaarheid hebt gebracht, dan zal ik je weer teruggeven aan de natuur. In Ierland zijn er ook regio's waar ze die Bridget Crosses gewoon laten hangen. En naarmate langer de bewoners in een huis zitten, zie je dus echt rijen en rijen Bridget Crosses op een gegeven moment daar bij de stallen hangen. Maar ik vind het teruggeven aan de natuur, vind ik zelf heel mooi. Haal wel de elastiekjes eraf, zodat je alleen eens materiaal doet. En je kan het natuurlijk gewoon ergens neerleggen. En het laten vergaan. Je kan het begraven. Je zou het wellicht, dat is misschien ook wel heel mooi, kunnen gebruiken in een inmolkritueel. En wat ook nog mogelijk is, is verbranden en daarna de as verstrooien. Dat geeft natuurlijk ook een boel vruchtbaarheid. En ik heb vorig jaar iemand gehoord, dat vond ik ook een hele mooie, schiet me nu te binnen. Die had met inmolk had die seedbombs gemaakt om daarna her en der in de natuur te verspreiden. Want het is nu natuurlijk nog net wat te vroeg om te gaan zaaien. Maar die had wel alvast die seedbombs gemaakt als onderdeel van een inmolkritueel.
En die had in de klei waarin die seedbombs gemaakt worden, had ze de as van een budgetcross gedaan. Dat vond ik ook eigenlijk wel een hele mooie. Ja. Ja, dat vind ik echt een hele mooie inderdaad. Dankjewel. Ik ben ook jarig op Inbolk, dus vind ik een mooie combinatie om te maken. Ja. Superleuk. Ja. Dankjewel alvast. Ja. Ik zie trouwens dat Cora er nog eentje van Raffia heeft gemaakt, zo te zien. Dus ook dat lijkt goed gelukt. Ja, klopt. Het zijn bosjes Raffia, want één draadje is veel te dun. Dus het zijn bosjes eigenlijk die eromheen... Nou, leuk. Ja, en we zien eigenlijk... Hoe lang zijn we nou al met al bezig geweest? Echt met 10 minuutjes heb je zo'n Bridget Cross. Dus het is helemaal niet zo moeilijk. En je kan er ook gerust meerdere maken totdat je er eentje hebt die naar jouw idee echt het allermooiste is. En dat je die bij je altaar, bij je inmolkaltaar houdt. Ik heb er zelf eentje bij de... die is vanaf de hal richting de woonkamer. Ik heb op de voordeur weer andere dingen hangen. Maar die is dan op het moment dat je bij ons echt het woongedeelte binnenkomt van Bridget Cross. Ik ga er ook eentje bij de achterdeur hangen dit jaar. Heb ik er gewoon twee langs de twee meest gebruikte ingangen. En dus lekker verder uitdelen. Verder geen vragen waar iemand nog tegenaan loopt? I think the only thing with the bamboo is that it's really big. Laat eens zien hoe groot is je kruis. Oh, kijk nou, wat gaaf. Hartstikke bedankt, Jiske. Ik ben nog met mijn papierding bezig. Maar ontzettend leuk. Ik heb best een grote tuin, althans niet een mega grote tuin, maar ik kom van een flat af, dus ik vind mijn tuin ontzettend groot. Want ik had vroeger een heel piepklein balkonnetje. En ik zat te denken van nou, tegen de tijd dat de bomen beginnen uit te lopen, of eigenlijk er net voor, dan zal het wel tijd worden om een en ander te gaan snoeien. En toen keek ik laatst in mijn tuin en toen zag ik dat er al dingen aan het uitlopen waren. En ik dacht, misschien is het leuk om jullie daar wat foto's van te laten zien. Kijk, je ziet hier al dingen uitlopen. En iets minder duidelijk hier en daar. En nou ja, hier, dit is zo'n struik met allemaal van dat soort kleine groene blaadjes. Ik weet niet precies wat voor struik het is, maar er komen roze-rode bloemetjes aan. En later in het jaar van die knalrode besjes. En tegen de tijd dat de bloemetjes daarin zitten, is het één grote bijenstruik. En dit is spul. Nou, daar zie je ook alweer allemaal jong groen blad komen. En hier komen later grote gele bloemen aan. En iets minder duidelijk, dit is jasmijn, geloof ik. En dat loopt ook alweer helemaal uit. Dus ik zag dat... ontzettend snel ging. En nou ja, dus als ik moet gaan snoeien, dan moet ik dat denk ik heel snel gaan doen. Dus dat was wat ik met jullie wilde delen. Hey, even een vraagje, Jochem. Maar is dat normaal? Of is dat gevolg van de ontzettend warme januari, begin januari? Is het niet een gevolg van te vroeg de dingen gaan uitlopen? Wat doe je straks als de vorst komt? Ja, precies. Daarom dacht ik, ik moest maar eens even op internet gaan kijken wat die zegt over snoeien en zo. Want het zou inderdaad best nog kunnen dat er nog vorst komt. Ja. Ik woon hier pas 2 jaar, dus het is mijn tweede winter, dus ik weet het niet. Ja. Nou, weet je wat een van de tips zijn? En wat, het komt uit de appeltelers in Tiel. Die kant op, heel veel appelbomen. En wat de boeren gaan doen, is gewoon alle, als ze weten de vorst komt, dus ze gaan de bomen helemaal sproeien met water. En dan water die gaat vriezen, maar dan gaat hij gewoon de kropjes gewoon in het ijs, zeg maar, verpakken. En dan gaan ze niet dood. Als je ze gewoon niet met water, dan gaan ze vorst gaan ze branden. En dan vallen gewoon de knopjes af. Dus wat en soms, zoals een paar jaar geleden, zelfs de boeren waren verrast. En er waren heel veel appelbomen die hebben inderdaad, de bloemen kwamen niet tot bloei. Ergo kwamen geen bijen bij om ze allemaal te bevruchten.
Ergo, dus geen appelboom of geen appels. Maar inderdaad, of je moet het gewoon met een... je denkt van een soort deken of zo. Maar water is de beste deken, heb ik begrepen. Dus even een tipje. Ja, als je ziet een plant, of als het inderdaad in een pot is, dan kun je het gewoon heel snel binnenbrengen. Want voor ze kan natuurlijk dingen branden. Dat vergeten we altijd. Heeft iemand iets verder te delen, Jochem? Jij was klaar, begreep ik? Ik was klaar, maar ik meen me te herinneren dat Petra ons een Immolk thee recept. I just made a quick photo of it that I can post here. So for me, the one I made is mostly because Immolk has the association of also healing, like with Bridget and stuff. So if we look at today, the biggest health threat that we have is actually stress. Havoc coming on the body. So for me, it's mostly if I make a tea with chamomile, lavender, and then, I'm vegan, so I use oat milk. I make my own oat milk. And then again, like you have chamomile, that's like, you know, symbolizes also the sun because it's so bright, and lavender is also very associated with it. So it's not a very difficult one. It's just stuff that you have at home that you can just make. And of course, the agave syrup you can just replace with honey if you're not vegan. And the important thing is just to not let it steep for too long, especially the lavender, because then it gets really bitter, unless you like the bitterness. But thank you for sharing. I'm going to make it on my birthday. Yeah, it's a very sweet and calming tea, so it's really... Ik ben meteen helemaal verliefd op dat theekopje op die foto. Geweldig. Ja, Henk. Henk, hoe ga jij Immolk vieren? Of 1 februari? Ik weet niet, hoe noem jij 1 februari bij jullie? Wij noemen het Immolk, maar wij doen een wandeling. Op de avond van de 31ste naar de 1ste. En we brengen zeg maar het licht terug in de cirkel. Dus we hebben een wandeling van ongeveer een half uurtje, waarbij we proberen om exact op middernacht in een bepaald gedeelte van de cirkel te staan. En dan hebben we een klein ritueel en dan is het koud genoeg om weer naar binnen te gaan. Ja. Heb je iets aan een spreuk bij de hand? Mag ook in het Engels natuurlijk. Niet zozeer. Voor Immolk, maar de 5e hebben wij, 5 februari hebben wij een open ceremonie. Mm-hmm. En wat ik gisteravond opeens bedacht, is ik denk eraan om een hele kleine meditatie te doen. Waarbij we op het eind de energie delen als een eerste keer. Mm-hmm. Met de gedachte, dit is zeg maar, wat wij noemen de quickening van de natuur. Hè? En het delen van de inspiratie en het wakker worden van de aarde. Hè? Dat is de eerste deling die we met z'n allen doen. En dan later met Lamas of Lunasat, hoe je dat noemen wil, heb je een deling van de eerste oogst. He, dus je hebt zeg maar begin, de piek, en dan met Samhain delen we met z'n allen het verlies. En zo probeer ik het getal 3 terug te brengen in de rituelen die we doen. Natuurlijk kan je zeggen van ja, je kan Beltane ook nog toevoegen. Maar ik hou van 3. Ja, ik heb een Bridges Cross trouwens juist gezien met 3. Je kan het natuurlijk ook met 3 doen. Dan krijg je een trisakel. Ja, exact. Dus ik heb nu met 4. Maar met je kan het, ja precies. Ja. En dan heb je een 3-armige en die werkt ook prima. Ik zie dat Angela ook bijgekomen is. Wat doe jij met Immolk? Doe jij iets speciaals of heb je wel inspiratie over een wintergedicht die je wilt delen?
Ik moet zeggen, ik heb nog nooit echt inbreuk gevierd. Ik moet eens kijken of en hoe ik en wat ik ga doen. Wat voor mij op dit moment belangrijk is, is de voorbereiding voor het nieuwe jaar in de natuur. En we zijn bezig met soil en de vruchtbaarheid van de soil. En misschien heeft al iemand iets van Terra Preta gehoord. Dat is die soil van de Mayas. En dat zijn so dingen waar wij nu mee bezig zijn. Dat heeft nu niet echt iets met inbreuk te doen, maar wel met de voorbereiding van de natuur en het kweken en het growing van plants enzovoort. En met de gezondheid van ons soil en dat is ook belangrijk voor de toekomst. Ja, inderdaad. Ik weet niet of mensen realiseren, het woord imolk of ooimelk betekent vaak in the belly. En het duidt op natuurlijk de eerste lammeren die komen. En natuurlijk, dat is een hele prille start. En dus zeggen de natuur, ja, net wat we hebben gezien bij Jochem. Soms kunnen de dingen uitlopen. En dan hebben ze extra bescherming nodig. En we weten, soms zijn ook bij lammeren iets te vroeg geboren. En dan moeten ze inderdaad extra bescherming hebben. Dus de oude Celtic feest was inderdaad alles eigenlijk met melk te maken. Ooimelk in de belly. En dus je ziet inderdaad het voorbereiden. Inderdaad, het voorbereiden. We gaan natuurlijk richting lente. En dit is de allereerste. Eigenlijk is februari natuurlijk middenwinter. Het is echt hoog. Ja, echt de zenith van de wintertijd. En de vorst, die kan nog komen als het nog niet geweest is. Maar hoe is het bij jullie? Hebben jullie wel sneeuw gehad? Wij hadden al sneeuw twee keer, ja. Ja. Twee weken geleden 20 centimeter van één nacht op de andere. Dat was mooi. Ja, ik weet, mijn herinnering aan Duitsland in de wintertijd was in Sauerland en langlaufen. Ga jij dat ooit doen, langlaufen? Nee. Daar heb ik geen talent voor. In ieder geval. Een andere naam voor Immel, ook in het Nederlands, is Maria Lichtmis of Candlemas. En jullie zullen nog inderdaad herinneren dat we in december, op 13 december, Lucina met kaarsen. En een heleboel mensen doen ook met Candlemas ook een crown met alle kaarsen. Dus daarom denken we ook aan Maria Lichtmis of Candlemas. Dus ik weet niet of zijn er sommige mensen hier die echt met die Candlemas gaan vieren of Maria Lichtmis. Zijn er meerdere mensen die inderdaad echt meer op het licht spitsen? Ik ga inderdaad wel ook echt op het licht. Dus ik doe eigenlijk beide. Ik ben echt wel voor het licht terugbrengen. Maar dat doe ik ook door inderdaad naar het bos te gaan en daar de bomen te bekloppen en zeggen, nou, het mag wel weer wat groen gaan worden. Niet te vroeg inderdaad, want ja, we willen niet dat de kloppen bevriezen. Dus, precies. Ja. Precies, dus ik vind altijd, en met die landbouwfeest, wat wij inderdaad de Cross Quarter Days noemen, dat zijn vaak landbouwfeesten. En ook niet vergeten onze dieren. En daarom heb ik net inderdaad over lammeren. Geiten horen ook bij natuurlijk. En wat je veel ziet, en zeker in West- en Noord-Europa, ik denk altijd aan de Sami. Die hebben in deze tijd van het jaar ook de rendieren. En zij hebben niks met graan of alles en nog wat. Die komt vele malen later. Maar we vergeten ook onze dieren niet. Dus we hebben inderdaad ook de koeien die nog de laatste restjes van de winter hooi. En die snakken natuurlijk naar buiten te gaan, maar nog even niet. Moeten ze nog even binnen blijven. Maar onze dieren, ik weet niet of jullie iets met verhalen hebben. Hoe gaan jullie dit soort rituelen met je katten en je honden of je huisdieren? Hebben jullie daar verhalen over? Want ik weet dat veel van jullie katten hebben. Of hebben jullie verhalen over katten die ook met rituelen meedoen? Nee? Nee,
Mike, ja, ja. Coming in. Ja hoor, absoluut. Absoluut. Mijn hart ging op mijn schoot zitten tijdens de meditatie. Dat vond ik ook leuk. Precies, precies. Dus ik denk inderdaad dat we al onze dieren met Maria Lichtmis, met Bridget ook, moeten niet vergeten dat onze dieren ook kwetsbaar zijn, ook in de winter. En in het bos natuurlijk zijn veel dieren nog in de winterslaap. Maar af en toe zie je een eekhoorn die af en toe vergeten is waar de eekels zijn. Dat vond ik leuk. Of dat nou waar is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval de dieren in onze bossen, maar ook in onze omgeving, we moeten ook niet vergeten. Vogels natuurlijk, als het echt gaat vriezen. Dat de vogels natuurlijk ook van zaadjes en alles nog wat lekker voor in de tuin. En ik vind het altijd heel erg leuk in de winter als ik een rood bosje zie. Dat vind ik echt een wintervogel. Ik zie ze altijd een beetje rond deze tijd. En het grappige is, mijn vader is op 20 februari overleden. Maar ik zag inderdaad heel vaak kleine roodbosjes, wat eigenlijk een beetje raar was. Maar ik denk altijd aan mijn vader als ik een roodbosje zie. Dus ja, dus het is ook een tijd. We gaan natuurlijk veel mensen gaan volgende volle maan. We hebben Snow Moon. Maar we gaan ook langzaamaan naar Death Moon. Death Moon, want in deze tijd van het jaar gaan vele mensen en dieren de laatste restjes van de wintervoorraad. Mensen gaan inderdaad ook in deze tijd dood. En daarom hebben wij langzaamaan ook Death Moon en niet Blood Moon. Death Moon is niet bij Halloween, maar juist in januari, februari. Dus dat vieren we ook rond deze tijd. We denken steeds aan de kwetsbaarheid van onze ouderen. En de mensen die hebben niet genoeg eten. En uiteraard bij de kerk zie je langzaamaan ook carnaval. Dat is ook in deze tijd van het jaar. En dan de mensen vieren inderdaad de lenteperiode van vasting. En dat komt inderdaad omdat we vaak er geen voorraad meer is. Dus daarom moeten we ook, voor mijn gevoel, ook denken aan de mensen die, aan de dieren die niet genoeg eten hebben nu, waar de voorraden op zijn. En het is echt een periode van net als Bridget. Daarom was Bridget natuurlijk ontzettend belangrijk, omdat ze echt beschermvrouw was. Mag ik daar heel even nog op inhaken? Ja, tuurlijk. Ja, ja, want op dit moment hebben in Nederland de egels het heel erg moeilijk. Mm. Die horen nu in diepe winterslaap te zijn. Maar die kunnen dus in de war raken door als het te vroeg te warm wordt en zo. Ja, precies. Mocht je toevallig egels in je tuin zien. Ik heb bijvoorbeeld egelhuisjes staan. Dus best grote kans dat er op een gegeven moment bij mij ineens een egel tevoorschijn komt. Het is een wijdverbreid misverstand om dan een schoteltje melk neer te zetten. Echt, daar gaan ze op den duur dood aan, want ze kunnen dat niet goed verteren. Ze vinden het heel erg lekker. Dus even mijn oproep, mocht je een egel zien in deze tijd van het jaar, het is te vroeg. Geef wat kattenvoer. Kattenvoer is het beste voor ze. Geen melk, hè? Nee, nooit melk. Nee, nooit melk. Gewoon een beetje kattenvoer is het beste voor ze. Verdwijnt hij daarna weer, slaapt hij lekker verder. Heb je mooi een egel gered. Blijf je hem eigenlijk een dag of twee steeds weer terugzien. 2, 3 en het beestje is mager. En zo neem even contact op met een dierenopvang. Want dan is hij wellicht te verzwakt geraakt. Als hij dan weer zou gaan slapen, dan heb je kans dat die egel nooit meer wakker wordt. Ja. Dus even mijn plea voor de hedgehogs. Ja, inderdaad. Dat klopt. Soleil is niet bij ons vandaag helaas, maar zij heeft inderdaad een paar egels in haar tuin. Ze heeft ook opnames gemaakt, dus we zullen Soleil even vragen of ze een keertje haar video's wil delen. Maar ze zijn schitterend. Ze heeft een camera die 's nachts zijn ze ongestoord en komen ze gewoon haar tuin binnen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het met haar egels gaat. We zijn een beetje aan het eind van onze, midden eind van onze uurtje. Ik was natuurlijk een beetje laat. Hebben mensen nog iets te delen of een vraag? I have just one more little fun fact that I just remembered. I think the blackberries were also very much associated with Bridget.
And I think there was a little saying that said, if you find a blackberry bush, like brambles in the wild, and it makes like an arch, you should pass under it because it's very healing and it should like, you know, heal you and give you good health and stuff. So there you go. Yeah. Iedereen, hou je bridges cross even tevoorschijn. Kijk, wat een verzameling. Hou je dingen op hoog. Cheers! Nou, het is heel erg leuk om jullie inderdaad te zien. Devon en Art, vond ik ontzettend leuk dat jullie erbij waren. Tamara ook. Jullie zijn voor het eerst, zover ik het weet. Het is heel leuk om Henk weer te zien. Henk, we hebben ook hopelijk een conferentie later in het jaar wel. Maar ja, dan misschien hybrid, maar we houden je wel op de hoogte. Cor, ontzettend leuk om jou te zien natuurlijk. Saskia moest heel erg vroeg weg, maar ze worden ontzettend leuk. We zien elkaar op PFI Lage Landen. Als je niet weet waar dat is gewoon op Facebook. Zoek even PFI Lage Landen. Daar is deze event ook vaak ook van tevoren gemeld. Als aan de PFI Nederland. Misschien, als ik heel even kort mag inbreken, is het leuk om alvast te noemen dat de volgende rond het lentevuur op zondag 13 maart is. 13 maart, weer van 2 tot 3. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Ik ga nu met een recording stoppen.